Supportersclub de Sortie gaat regelmatig kijken naar thuiswedstrijden van Ongen. De voorbije drie wedstrijden waren tegen A-Gent, KV Kortrijk en KV Mechelen. Er gingen 14 supporters naar de wedstrijd van A-Gent, 11 naar de wedstrijd van KV Kortrijk en 8 naar de wedstrijd van KV Mechelen. Daarvan gingen er 5 supporters naar zowel A-Gent als KV Kortrijk, 3 supporters gingen naar de wedstrijd tegen KV Kortrijk en KV Mechelen en 3 supporters gingen naar A-Gent en KV Mechelen kijken. Ten slotte gingen er 2 supporters naar alle 3 de wedstrijden kijken. Dus als we ervan uitgaan dat alle leden van de Sortie de voorbije 3 wedstrijden minstens 1 keer gingen supporteren, hoeveel leden telt de Sortie dan? Dus er zijn 2 supporters die naar alle 3 de wedstrijden gaan kijken. Een supporter die naar de 3 wedstrijden gaat kijken, dat is een supporter die zowel naar A-Gent als naar KV Kortrijk gaat kijken. Dat is ook een supporter die zowel naar KV Kortrijk als KV Mechelen gaat kijken. En is ook een supporter die zowel naar A-Gent als naar KV Mechelen gaat kijken. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat die 2 supporters horen tot die groep die telkens ook naar 2 wedstrijden gaat kijken. Hoe los je het best op? Ik denk dat het gemakkelijkste is om verzamelingen te gaan tekenen. Dus we hebben de totale supporters. En daarmee hebben we supporters die gaan kijken naar A-Gent. Supporters die gaan kijken naar KV Kortrijk. En supporters die gaan kijken naar KV Mechelen. En er zijn er 3 supporters die naar alle 3 de wedstrijden gaan kijken. En 2 supporters die naar alle 3 de wedstrijden gaan kijken. Goed, er zijn 5 supporters die zowel naar A-Gent als KV Kortrijk gaan kijken. 5 supporters die naar deze 2 wedstrijden gaan kijken. Dus dat is 2 plus 3 is 5. Dus er zijn er 3 die maar 2 wedstrijden zien. En die 2 supporters die naar alle 3 de wedstrijden gaan kijken, gaan zowel naar A-Gent als naar KV Kortrijk gaan kijken. Dus die horen daar eigenlijk bij. Goed, dan zijn er 3 supporters die naar de wedstrijd tegen KV Kortrijk en KV Mechelen. We hebben er al 2, daar komt dus nog 1 bij. En 3 supporters naar A-Gent en KV Mechelen. We hebben er al 2, daar komt er 1 bij. In het totaal zijn er 14 die naar A-Gent gaan kijken. We hebben er al 3 plus 2 is 5 is 6. Om aan die 14 te komen, moeten we er nog 8 bij hebben. Er zijn er 11 naar KV Kortrijk. 3 plus 2 plus 1 is al 6. Plus, in totaal moeten we 11 hebben. Dus daar komen er 5 bij. En er zijn er 8 naar KV Mechelen. We hebben er al 1, 2, 3, 4. Dus nog 4 naar KV Mechelen. En dit is eigenlijk de totale verdeling van alle supporters. Dus als we nu al deze getallen bij elkaar optellen, komen we het resultaat.